Nou is het volgende probleem eigenlijk aan de orde. Dat deze borden altijd al bijzonder waardevol zijn geweest. Dus in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar zijn deze borden eigenlijk heel veel nagemaakt. Falsificaties. Oké. Nou is dit bordje niet zo heel mooi van kleur. En die nagemaakte borden die zijn veel mooier, helderder van blauw. Dus dit is een echte. Het witte is veel mooier. Dus dit is een antiek Arita Japans bordje van de VOC. Bij de kringloop vandaan. Voor een euro. Voor een euro. Oké. Nou is het ook nog zo dat het bordje eigenlijk een hele goede staat is. Het is eigenlijk puntgaaf. Dus ik zou voorzichtig zeggen dat het bordje een waarde heeft van 4000 euro. 4000 euro? Ja, oké. Dat had ik nooit verwacht. Nou ja, dan ben je ook hier. 1 euro. 1 euro. Ik roep altijd dat ik een groot voorstander ben van het dragen van juwelen. Maar ik geloof niet dat u deze draagt, hè? Staat hij in een vitrinekastje? Nee, hij zit in een portemonneetje. Nee. Zat vroeger in een kistje. Oké. En ik deed hem net om en toen zei ik tegen mijn man, het valt me eigenlijk best wel mee als ik hem omdoe. Ja, toch is het een ring die niet echt om te dragen is. Nee. Oh. Het is namelijk heel dun goud. Ja. En we noemen dat, ik vind het Duitse woord altijd heel mooi, Schaumgold. Schuimgoud. Zo dun uitgewalst dat het bijna bladgoud is. Bovendien zit er bovenop een motiefje dat achter glas is geplaatst. En dat glas is natuurlijk ook kwetsbaar. Dus het is in zijn totaliteit een kwetsbare ring. Maar de ring heeft wel een bepaalde betekenis. Onder dat glas zit een motiefje van bloemetjes. Dat heeft u zelf ook gezien. Waar zijn die bloemetjes van gemaakt? Van mensenhaar. Nee. Ja. Zodra een juweel, je hebt verschillende juwelen met mensenhaar, wordt gesignaleerd, dan zijn het meestal rouwjuwelen. Het haar wordt afgeknipt van de overledene, daar wordt een sieraad van gemaakt en dat wordt in de rouwperiode gedragen. Okay. Maar die rouwjuwelen die hebben allemaal voorstellingen die gebaseerd zijn op het overlijden. En dat is hier niet het geval. Dit zijn drie bloemetjes met een heel klein minuscuul pareltje in het midden en daar staan letters bij. En die letters die hebben allemaal dezelfde letter als laatste letter. Alleen de eerste letter is steeds wisselend. Het zijn dus drie personen uit één familie. Dat kunnen we wel gewoon stellen. Nou, dan klopt ook al dat. Dat kan natuurlijk niet kloppen, want drie personen die gelijk overlijden lijkt me ook sterk. Die bloemetjes zijn vergeetmenietjes, dus het is wel een soort aandenken. Maar de haarkleur van die bloemetjes is allemaal verschillend. Ik denk dat dit gewoon haren zijn van drie kinderen bijvoorbeeld. Oh, ja. Die gebruikt zijn voor een ringetje voor hun moeder. Ah. Het haar van de kinderen. Net als tandjes, die werden ook verwerkt tot hangertje. Hè, in een hele tijd op de mode. Melktandjes van kinderen werden in ringetjes en in hangertjes gezet. Nou, dat is dit dus ook. Ik vind het een leuk ringetje. Het is in goede kwaliteit. Het moet op een standaardje in een vitrine. En nooit meer terug in het portemonneetje. En ook nooit meer in een kistje. En dan staat er een ringetje met een waarde van 450 euro. Nou, mooi zo. Mooi ringetje. U heeft een schilderij meegenomen. Heeft u hem van zolder gehaald of van de muur? Nou, ik heb hem wel van de muur gehaald. Hij hangt niet van zolder. Hij hangt bij mijn moeder nog. Oh, hij hangt nog bij mijn moeder. Die is 91 jaar en die kon helaas niet meekomen. Nee. Want ze wilde toch wel eens weten wat voor type schilderij het nou eigenlijk is. Ja. Ik weet dat we over een Torop praten. Ja, dat is een bekende naam. Een hele bekende naam. Maar eigenlijk voor de rest weten we er eigenlijk niet zoveel van. Vindt u hem mooi? Nou, in alle eerlijkheid, ik ben er eens wat meer naar gaan kijken toen mijn moeder vraagt om, zou je dit willen doen, om naar Kunst en Kitsch te komen, om dit te laten zien en te beoordelen. Toen ben ik er naar gaan kijken en toen zag ik ineens hele bijzondere dingen. Althans, dan zie je wel een scène waar iemand afgevoerd wordt, noem ik het maar. Of die nou gewond is of juist niet gewond, maar iets gedaan heeft wat niet mag. En in de voorgrond zie je ook nog een familie, denk ik, een gezin met twee kinderen en ik geloof een hond die daar nog zit. Er roept nog wel wat vragen op. Veel vragen, zeker. Het is in ieder geval in Scheveningen. Dat het is heel in Scheveningen. Wordt u er vrolijk van? Nou, als ik er zo over praat, dan word ik er vrolijk van. Maar ik moet zeggen, het eerste beeld, als je het ziet, dan denk je, het is wel heel somber. Nou, we gaan het eens even kijken of Willem die mening deelt. Willem, de naam viel al, Torop. Ja. Dat is wel een bekende naam. Nou en of. Ja. Een van de beroemdste
20e eeuw die we hebben. Nou en of. Voorloper van heel veel stromingen. Ja. Dat is een vrij vroeg werk van hem. Het is gedateerd. 1887. Hoezo is hij een voorloper van allerlei stromingen? Als hij zich ontwikkelt en naar de academie gaat, dan praten we nog over de Haagse school. Mm-hmm. Zodra hij de academie achter de rug heeft, gaat hij naar Brussel toe. Dat was toen een centrum van kunst, net als Parijs. Gaat schilderen in een stemmige donker palet. Mm-hmm. Heeft hij al hele mooie schilderijen gemaakt. Dan gaat hij reizen. In 1885 zit hij in Engeland. En in 87 zit hij in Katwijk. Ja. En in Scheveningen. En uitstapje naar Scheveningen. Ja, precies. Ja. Nou, daarna introduceert hij in Nederland het pointillisme. Dus heeft hij schilderijen gemaakt met allemaal van die puntjes. Mm-hmm. Die zijn heel vrolijk, kleurrijk. Nog iets later gaat hij symbolistische schilderijen maken. Dat zijn misschien zijn beroemdste werken. En hij heeft zijn hele leven heeft hij enorm veel getekend. Hij overlijdt in 1928. Enorm productief. We krijgen trouwens heel veel schilderijen te zien van hem. Het zijn allemaal vrijwel altijd reproducties die we te zien krijgen bij Tussenkunst en Kiets. Is deze echt? Deze is echt. Ja. Gelukkig. Oh, gelukkig. Ja. Dit is een aquarel. Een waterverfschilderij. Waterverf? Ja. Ja, er zit wel kleur in, hè? Want hij komt een beetje somber over, zei u. Ja. Denk jij ook dat het een sombere bijeenkomst is? Nou, die vissersfamilies in Katwijk en Scheveningen, dat was een schilderachtig geheel. Maar het waren wel straatarme mensen. En dat was heel erg armoedig bestaan. Nu zien we al die mensen bij elkaar. Ze zijn ongetwijfeld blij dat die vissers weer veilig aan land zijn. En natuurlijk stonden die vissersvrouwen met hun kinderen te wachten op de thuiskomst van die vissers. Ja. Ja. Dus dit is helemaal geen blije voorstelling. Ik denk dat ze allemaal wel verheugd zijn dat ze weer terug zijn. Maar heel blij zien ze er niet uit. Nee. Niet. Het was vooral een hard bestaan. En ik denk ook dat die man die op de achtergrond weggevoerd wordt, waar u het net over had, die is misschien aan het eind van zijn Latijn en blij dat hij weer aan de vaste grond is. Ja, oh, ja, dat zou zijn. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Hoe is de staat van deze aquarel? Niet zo best, eigenlijk. Nee? Nee, er zitten nogal wat blessures, zou ik dat willen zeggen. Ja, absoluut. Hier zit een flinke scheur in. Er zitten nog wat andere. Hier zie je een vouw. En daar zit een scheurtje. En er zit daar ook nog een kwetsuur. Ja. Dat is allemaal niet zo spannend, eerlijk gezegd. Dat kan een papierrestaurator kan dat prima verhelpen. Ja, hoor. In deze staat? Ja, in deze staat. Toch een belangrijk werk. Ik waardeer het op 10.000 euro. Kom. Zo. Hoe was het? Heel erg leuk. Ja. En ik had het heel laag ingeschat. En het is allemaal meer waard dan ik dacht. Kijk, dus ik ga met een tevreden gevoel naar buiten. Dat zijn de teksten. Ja, dat zijn de goede teksten, hè? Dacht ik ook wel. Ja. En dan met mijn zoon, dat is helemaal leuk natuurlijk. Ja, dat hoort niet. Ja, bedankt voor de komst. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Mevrouw had zich gelukkig op tijd.